Jo. Sehr toll. Psst. Alex! Mijn epische skill. Boep. Vet, hè? Wat is er mis met jou? Niks. Beetje gehandicapt. Ga echt zo doen? Joris! Ja? Jij moet Joris zijn. Hoe weet je dat? Ja, we stonden helemaal klaar voor je. Ja, waarschijnlijk ben je gewoon langs ons gereden. Ik wilde je even welkom heten op het Spangalis. Dus, van harte welkom op het Spangalis College. Helemaal rolstoelvriendelijk gemaakt. Super. Waarom zit je hier? Het is met een kapotte lift. Daarom kan ik niet naar het lokaal werk lessen. Jij bent hier geparkeerd vanwege de kapotte lift? Yep. Dit kan toch niet? Ik doe met je mee. Ik bedoel met je actie. Mijn actie? Joris geen les, wij geen les. Wat? Kappen. Wat? Niet doen dit. Felice heet je toch? Mm-hmm. Ik. Luister, ophouden met deze actie. Deze actie stopt nu. Onmiddellijk. Het duurt allemaal wat lang. Nou, hou je mond en haal die poses hier weg. Anders ben jij straks degene die geen lessen meer kan volgen. Omdat ik je schors. Er is een nieuwe behandeling. Wat fijn. Ik ga hem niet doen. Veel plezier met je thee. Als hij geen therapie wil, dan moet je dat respecteren. Ja, maar... Denkt u echt dat u mij kan helpen? Met elektrotherapie stimuleren we de spieren. Voor de spieren maakt niet uit hoe ze aangestuurd worden. Maar heeft het zin? Ja, er zijn mensen die sommige functies terugkrijgen. Maar dat is heel zeldzaam. Dus? Ik kan het net zo goed niet doen. Elektrotherapie zorgt er ook voor dat de misselijkheid minder wordt. Gaat het? Ja, er is niks aan de hand. En met een beetje geluk verdwijnen de spasmus. Misschien is die elektrotherapie toch wel een idee. Oh, lieverd, ik ben zo blij. Ik wacht er nou niet te veel van. Ik voel wat. Kijk, meteen. Hij beweegt. Ik zweer het, hij beweegt gewoon. Dat je je teen kan bewegen is opmerkelijk. Merkelijk, het is fantastisch. Het verandert alleen niks aan de prognose. Maar ik zou wel voor de zekerheid de revalidatietraining opschroeven. Kak. Dit wou ik niet. Praat ik Chinees? Nou ja, ik zag hem staan in de etalage van de zorgwinkel. Ja, lekker laten staan dan. Uw zoon Joris doet het niet al te best op school. Hij vertoont erg onaangenaam gedrag. Je wordt gepest. Joris laat zich niet pesten. Die neemt wraak. Hij treitert, beledigt en schoffeert zijn medeleerlingen aan de lopende band. We moeten Van Tiel terugpakken. Maar we moeten iemand doen. Mijn moeder gelooft alles wat die stumper tegen heeft gezegd. Maakt je vet kapot. Willen jullie leven in een wereld waarin Van Tiel de dienst uitmaakt? Nee! We pikken toch niet dat onze klasgenoten gediscrimineerd worden? Nee! Boycott! 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 Meneer, wat heeft u gegeten? Bruine bonensoep? Hoe lang met deze parel gaat? Serieus? Dat kun je niet zijn, man. Want Tiel moest huilen. En wat heb jij toen gedaan? Nee. Wat had ik moeten doen dan? Je excuses aanbieden misschien? Dus, naar binnen. Ik wilde even zeggen dat het allemaal een beetje uit de hand gelopen is. Met dat gedreiter. Dat was niet oké. Ik ben te ver gegaan. En ook al ben ik soms best wel een eikel, het spijt me geloof ik echt. Joris, je zorgt het hele jaar al voor gezeik in mijn les. Dus ik dacht wel twee keer na of ik dit open moest maken. Maar ik ben blij dat ik het gedaan. Het is altijd hetzelfde, hè? De jongen is blank. Waarom nooit een hoofdpersoon die eruit ziet als ik? En je ziet ook nooit een bad guy in een rolstoel. We hebben een opdracht. Wij gaan zelf een scène maken met de held die wordt gespeeld door een donkere jongen. Ja, ja, en de bad guy in een rolstoel. We hebben stunts en special effects. Maar we moeten wel mensen inhuren voor de stunts en de special effects. Het is geen scène meer, dit is gewoon een hele film. Hoe zou je het vinden om een echte actiefilm te spelen? Onze actiefilm. Spion in de diepte. Dus we gaan geen andere films daarna papegaaien. Deze wordt van ons. Mo, doe je mee met onze actiefilm? Zeker weten. Dus we gaan een film maken.
Oké. Okay. Hand in de pot voor de film. Hey! Ik dacht dat mijn oudje niks kon schelen. Wat heb je gezegd? Oh. Oké. Okay. Ik heb haar gewoon gevraagd hoe ze het zag. In, hoe zeg je dat mooi? Amoureuze zin? Je hebt gevraagd of ze me wel zag zitten. Ben je wel weer lekker? Gefeliciteerd. Je bent verliefd op Maud. Dus, hoe pakken we het aan? Niet? We zijn allemaal wel eens gedumpt, hè? Zullen we niet zeggen dat we voor eeuwig vrijgezel blijven? We misschien niet, maar ik wel. Hoezo? Wat ziet een meisje als ze naar me kijkt? Ze ziet verlamde benen in een karretje. Eerste instantie, maar daarna toch niet meer? Die Julia, maakte die het uit omdat je in een rolstoel zat? Nee, dat zei ze niet. Nou dan, en je kent Maud, toch? Verlies. Weet je waar Maud is? Nee, ik denk dat ze al buiten is. Maud! Jongens, wat doe jij hier nog? Ik zoek Maud. Die is ongetwijfeld naar buiten, net als ieder ander die zijn hersens gebruikt. Ze is naar de wc, we moeten naar de wc. Nee, jij gaat nu naar buiten. Nee, ik ga eerst naar de wc. Jongens, jij doet wat ik zeg. Of wat? Zeg, ik weet niet hoor, maar dit klinkt als een brandalarm. Nou, Maud is er. Maar je was echt op zoek naar mij? Zo van. Voor mij ben je echt een held. Dankjewel. Graag gedaan. Dat is een leuk. Alleen maar kijken. De school is half afgefikt en er ligt een leerling in het ziekenhuis. Hè? Wat Maud nu nodig heeft, is een stoere, sterke man. Die haar kan beschermen. En als iemand dat kan, ben jij het. Ik vraag even aan de rest of die ook zin hebben. Ik wil eigenlijk alleen met jou. Ik vind je namelijk heel leuk. En... Ja. Sorry. Ik jou niet. Het is duidelijk. Dat ben ik waar. Ik pak wel een nieuwe. Hier. Dank je. Sorry, ik ben een beetje onhandig. Geef niet, ik heb zelf ook twee linkerhanden. Ik ben Tamara, trouwens. Was gezellig net. Wat? Wat nou wat? Jij en dat meisje was echt dik met je aan het flirten. Helemaal niet. Dat was gewoon aardig. Geloof me, dat was flirten. Ik zie dat van een kilometer afstand.